U kent ongetwijfeld de cold case kalender. Dankzij de editie van vorig jaar en de tips die daarna binnenkwamen, kon de politie 13 oude zaken heropenen of de mogelijkheden daartoe onderzoeken. En dat heeft echt zin. Gisteren nog. We hebben bijvoorbeeld een verdachte aangehouden voor een zaak die op die cold case kalender van 2017 stond. Het ging om de dood van Dirk Kiers. Afgelopen week zult u vast gehoord hebben dat er ook voor 2019 zo'n kalender is gemaakt met 52 schrijnende oudere zaken die opgelost moeten worden. En u kunt vanavond hier helpen bij het oplossen van de moord op deze man, Dirk Schaap, in 1993. De politie zoekt onder andere de man op deze compositietekening, die een belangrijke getuige kan zijn. En voor de gouden tip is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd. Nee, dat vergeet je niet meer. Dat, die staat gewoon in, ja, die staat vast. Het was een dag na mijn zoons eerste verjaardag. Haarlem, 1993. In een appartementje aan de Hooimarkt in het centrum woont de 28-jarige Dirk Schaap. Dirk Schaap wordt op 2 augustus 1964 geboren in het Limburgse Herkenbos. Zijn familie omschrijft hem als een rustige jongen, met humor. Dirk houdt van dieren, hardrockmuziek en kattenkwaad, maar heeft een lastige jeugd. Zijn ouders scheiden als hij nog jong is en overlijden allebei niet veel later. Dirk woont daarna nog een tijdje in bij de vriend van zijn overleden moeder, maar het botert niet tussen hen. Rond zijn 18e jaar belandt Dirk in Limburg op straat en raakt drugsverslaafd. Zijn zus haalt hem begin jaren 90 over om naar Haarlem te komen, waar zij ook woont, zodat ze zich een beetje over hem kan ontfermen. Maar het blijft lastig voor Dirk om zijn draai te vinden. Werken op de productieafdeling van een metaalfabriek probeert hij wel, maar dat lukt niet. Hij raakt depressief, moet rondkomen van een uitkering en belandt ook in Haarlem in het drugscircuit. In 1993 vindt Dirk een appartementje aan de Hooimarkt, waar in die periode ook veel andere drugsgebruikers bij hem over de vloer komen. Een van hen is ene Elias, die ook regelmatig dealt vanuit Dirks huis. Dat is een goed spul, hoor. Super, dan neem ik het mee, man. Super. Hoi. Hoi. Dirk slijt zijn dagen bij verschillende opvanglocaties in het centrum en is veel thuis, waar zijn zus hem regelmatig wat aandacht en warmte geeft. Hey Dirk, hoe is het? Kom verder. In 1992 wordt zijn zus moeder van een zoontje en Dirk dus oom. Hé, hey, wat een groot kereltje is dat al, man. Die is groot geworden. Ja, gaat sneller, hè? De komst van zijn neefje zorgt ervoor dat Dirk opbloeit. Het motiveert hem om een ander pad in te slaan. Hij probeert af te kicken, gaat voor het eerst in jaren weer naar de kapper. Nou, hij was het afbouwen met de methadon omdat hij zijn neefje wilde zien opgroeien. Daar was hij trots op. Met hulp van methadon en verslavingszorg lijkt het hem te gaan lukken. In september 1993 belt Dirk iedere dag met het afkikcentrum. Hij staat op de nominatie om opgenomen te worden. Oh, dank u wel. Dat is geweldig. Dank. En kan niet wachten om te beginnen. Maar dan wordt het maandag 4 oktober 1993. Hoewel Dirk vastbesloten is om af te kicken, heeft hij zich een week lang al niet meer gemeld bij de verslavingszorg. Een medewerkster vertrouwt het niet en geeft hem als vermist op. Nog diezelfde middag besluit de agent de polshoogte te nemen in zijn appartement hier achter mij. Om 4 uur 's middags vinden ze zijn levenloze lichaam. Dirk Schaap is met geweld om het leven gebracht. Ja, meneer Venema, 25 jaar geleden gebeurd, maar u laat niet los in deze zaak. Nee, klopt. Ook in oudere moordzaken zoals de moord op Dirk Schaap vinden we het erg belangrijk dat de onderste steen boven komt. We hebben dit dossier ook al een keer in 2008 heropend, helaas toen zonder resultaat. En daarom doen we vanavond opnieuw een beroep op de kijker om ons te helpen deze zaak op te lossen. Er is ook een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de tip die helpt bij het oplossen van deze zaak. Wat natuurlijk extra snel maakt is dat Dirk net een soort van een positieve draai in zijn leven wilde geven. Wat kan een reden zijn geweest om hem het leven te brengen? Ja, dat vragen wij ons ook af. Hij is vermoedelijk al op de maandagavond van 27 september 1993 met veel geweld in zijn woning aan de Hooimarkt om het leven gebracht. Dat is dus zeven dagen voordat zijn lichaam gevonden werd. Mogelijk was de dader op zoek naar geld of andere bezittingen. Wel is een pinpas in ieder geval buitgemaakt. Kan het ook iets persoonlijk zijn geweest? Had hij vijanden bijvoorbeeld? Nou, voor zover wij weten niet. En hij was ook niet het type dat criminele activiteiten uitvoerde om aan drugs te komen. Wat we wel weten is dat het bij hem thuis, zeker in de periode dat hij zelf flink gebruikte, een komen en gaan was van gebruikers en dealers.
Zijn deur stond altijd open. Dat deed hij misschien ook wel om zelf gemakkelijker aan drugs te kunnen komen. En mogelijk had Dirk daardoor ook schulden gemaakt bij anderen. En zou dat een aanleiding kunnen zijn voor zijn dood. Ja, ik begrijp dat hij een beetje op de pof ook leeft bij anderen. Ja. We hebben ook een heel concreet spoor in deze zaak. Een compositietekening die destijds is gemaakt van een van de mensen die regelmatig bij Dirk over de vloer kwam. En dat is een man die nu al die jaren niet hebt kunnen traceren. Nee, deze man die Elias werd genoemd, kwam inderdaad als dealer vaak over de vloeren bij Dirk. En we zouden hem heel graag willen spreken, omdat hij mogelijk een belangrijke getuige is. Hij loenste een beetje, wat hem zijn bijnaam de Schelen of de Schelen Marokkaan opleverde. En we weten dat deze Elias van begin juni tot begin juli 1993 dealde vanuit de woning aan de hooimarkt van Dirk. Hij is daar vertrokken omdat hij het daar te druk vond. En vervolgens heeft hij waarschijnlijk nog enige tijd gedeeld vanuit een woning aan de Verspronkweg in Haarlem. Daar is hij toen plotseling vertrokken. Dat was heel opvallend in die tijd. Omdat er verschillende mensen waren in het Haarlemse drugscircuit die schulden bij hem hadden. Ja, en die compositietekening voor de duik is van hoe hij er toen uitzag. Hij kan er dus ouder op dit moment uitzien. Zijn haar kan anders zitten, is waarschijnlijk grijzer. Wat weten we nog meer over deze man? Nou, het is een Marokkaanse man die toen dus tussen de 20 en 30 jaar oud was. Hij zal nu mogelijk rond de 50 jaar oud zijn. Hij is tussen de 1,65 en 1,75 lang. Hij loenste dus een beetje, wat je ook kunt zien op de compositietekening. Sprak gebrekkig Nederlands. Had een litteken in zijn gezicht. Droeg meestal een zwart leren jek en een spijkerbroek. En wat verder opviel was dat hij er over het algemeen goed verzorgd uitzag. We weten dat deze Elias al een aantal jaren illegaal in Nederland verbleef. En woonde in de Haagse Schilderswijk. En hij ging dan ook met de trein op en neer naar Haarlem. Dat deed hij elke dag. Weet u meer over deze Elias? Geef het door. Nou hadden we het net al over de buit. Dader of daders hebben onder andere Dirk's bankpas meegenomen. Ja, we weten dat op 27 september, de avond waarop hij dus vermoedelijk vermoord is, iemand heeft geprobeerd geld te pinnen bij de VSB-bank aan de Bartel-Jorrestraat in het centrum van Haarlem. En niet bij Dirk's eigen bank, de Rabobank. Dat dat niet gelukt is, heeft te maken met het feit dat als op de 10e de uitkering werd gestort, Dirk dat geld dezelfde dag nog opnam. En eigenlijk hoopt u in deze zaak dat er mensen zijn die inmiddels, omdat er zoveel tijd is verstreken, nu wel over deze moord kunnen praten. Ja, en destijds moet er in het drugsmilieu in Haarlem ook al over de moord op Dirk zijn gesproken. Het is een lange tijd geleden, dat klopt. Maar mogelijk zijn er nu mensen die uit het verslaafde circuit zijn gestapt. Die een ander leven hebben opgebouwd, die mogelijk een gezin hebben. En die mensen roepen we dan ook om met informatie uit die tijd contact met ons op te nemen. Want wie weet u wel wie die Elias is. Nog even ter herinnering, Dirk kwam toen, net als veel van zijn medegebruikers, op een aantal plekken in het centrum van Haarlem. Ja, plekken waar hij die medegebruikers ontmoette waren onder andere het opvanghuis Vincentius aan de Nieuwe Groenmarkt. Dat opvanghuis dat bestaat overigens nog steeds. Hij was ook vaak te vinden op de Grote Markt in het centrum van Haarlem. En bij koffieshop Maximiliaan aan de gedempte Oude Gracht. Hopelijk komt er door uw tips die doorbraken. U kunt terecht bij de tiplijn. U mag ook anoniem bellen of contact opnemen met het team Nationale Inlichting voor een vertrouwelijk gesprek. En er zijn meer oude misdrijven die uw medehulp heel erg kunnen gebruiken. Op de Cold Case kalender van 2019, die vorige week uitkwam, staat er elke week één. Mike Duif, die was doodgeschoten. De gehandicapte Lieneke Troost, die dood werd gevonden. De 15-jarige Rosa, die al 22 jaar vermist is. De complete kalender is voor iedereen te bekijken via onze site.